Ik zou vandaag een verhaal willen vertellen van de Taoïstische traditie. En ik moet eerlijk zeggen dat het een beetje in het duister tasten is voor mij. Want ik ben niet heel bekend met Taoïsme. Maar dit verhaal dat sprak me wel heel erg aan. Dus ik ga dit verhaal eens vertellen. En het zijn twee mensen. En allebei die mensen hebben niet een equivalent in de Nederlandse taal. Dus een naam, dat moet je een beetje gewoon maar onthouden. Het gaat over de bekende Taoïstische filosoof Chuang Tzu. Dan probeer ik maar eens goed uit te spreken. Chuang Tzu, ik zou misschien eventjes jullie dat laten zien. Kan ik wel hier zo even laten zien. Het is Chuang Tzu. Dit spreek je uit als Chuang Tzu. En dan had je ook nog een tweede persoon. En die heet Hui Chi. Hui Chi. En ik spreek het een beetje op zijn Thais uit. Dus het zou kunnen dat het een beetje dichterbij zit dan als je het op zijn Nederlands uitspreekt. Maar het zal ook wel niet correct zijn. En deze twee figuren die kenden elkaar al. En ze waren allebei bekende filosofen, bekende wijsgeren in het oude China. En Hui Chi die kreeg, omdat vanwege al zijn raad en zijn advies wat hij gaf aan de koning, kreeg hij van de plaatselijke koning, de koning van Wei. Van Wei, denk ik, die kreeg hij zaden als cadeau. En deze zaden, dat waren de zaden van kalebassen. Waarschijnlijk pompoenen of een andere soort van vrucht die erop lijkt. Maar die waren, toen hij die eenmaal had geplant en ze begonnen te groeien, toen groeiden ze enorm. Het waren enorme vruchten. Van wel meer dan 500 kilo. Enorme kalebassen. En dat je denkt van nou, dat is wel heel groot. En hij wilde er eigenlijk iets mee doen met die kalebassen. Hij wilde er kruiken van maken om met water in op te slaan. Of scheplepels waar je water mee kunt scheppen in de badkuip of in om te op jezelf te scheppen zo, als je aan het badderen bent. Maar het kon allemaal niet, want het waren veel te grote vruchten. Dus je kon er helemaal niks mee. En het frustreerde hem heel erg. Je kon er geen drinkkruiken van maken, en je kon er ook geen scheplepels van maken. Het was allemaal het verkeerde formaat. Misschien is het wel vergelijkbaar met als je wel eens een soort verkeerd formaat van papier of zo heb gekocht en je kunt er helemaal niks mee. Je kunt het niet gebruiken als printpapier of zoiets. Maar in dit geval was hij daar dus heel gefrustreerd over en hij sloeg ze gewoon allemaal stuk, alle kalebassen. En toen kwam Chuang Tzu langs. En Chuang Tzu, dat was een wat kalmer type. En die zei tegen hem: je wilde drinkkruiken van maken of scheplepels. Maar waar maak je er niet gewoon een bootje van? Waar je in kunt zitten en over de rivieren en de meren kunt dobberen. En hij zei er ook bij dat het hart van Hui Chi was verblind voor de werkelijke magie van de werkelijke kalebassen. Doordat hij zo heel erg was gericht op het praktisch nut van deze kalebassen, was hij er eigenlijk helemaal niet, kon hij ze niet zien zoals ze werkelijk waren. Namelijk dat het gewoon hele mooie bootjes konden zijn en dat het gewoon ook hele mooie kalebassen konden zijn. Omdat hij zo was geobsedeerd door het praktisch nut, waren uiteindelijk die kalebassen verloren gegaan doordat hij ze had kapot gemaakt. Dit verhaal is een anekdote uit de Taoïstische traditie.
En het toont aan soms dat we... Het is wel een verhaal dat mij heel erg aansprak, omdat het is bedoeld als een uitleg over hoe we ons verhouden tot de werkelijkheid om ons heen. En het is voor mij, doet het me heel erg denken aan het Thaise meditatietraditie, in ieder geval in onze meditatietraditie, het idee van UDD. Mark, ken je nog het woord UDD? Ja, wie wou dan nu weer al? Ja. Ken je dat nog? Ja, dat zegt nog niets, maar... UDD in het Thais betekent eigenlijk betekent het onverwachts. En het wordt normaal gebruikt als een bijwoord zo. En dat is iets van, ja, als iets onverwachts gebeurt, dan zeg je UDD, toen gebeurde dit. Of UDD, toen gebeurde dat. Maar letterlijk betekent het... Betekent het goed vertoeven. En onze abt en leraar in Thailand, die maakt daar als het ware een dubbele betekenis, maakt gebruik van deze dubbele betekenis. En hij zegt, in meditatie moeten we goed vertoeven. En dan gebeurt er iets onverwachts. En het is heel vaak zo dat als we heel veel hebben gehoord over hoe meditatie heel fijn en mooi kan zijn, dat we het juist moeilijker beginnen te vinden. Dus het is vaak heel goed juist om in meditatie helemaal geen verwachtingen te hebben. Om gewoon UDD te zijn. Goed vertoeven, onverwacht en alle dingen op ons af te laten komen. Net zoals Chong Tse zei over de kalebassen. In plaats van zo geobsedeerd te zijn door het praktisch nut, of dat we dit of dat ermee moeten bewerkstelligen, kunnen we ook gewoon UDD zijn. En kijken wat meditatie met ons doet. En het is zo interessant dat ons eigen geest, ons eigen bewustzijn, ook een zekere natuurlijke groei heeft, die we kunnen bevorderen door gewoon dingen te laten zijn. En dat is wel heel bijzonder aan meditatie. We denken vaak dat we ons overal heel erg voor moeten inspannen om onze geest te ontwikkelen. Hè? Als we ons intellectueel willen ontwikkelen, moeten we veel lezen, moeten we veel studeren en debatteren. Als we de kneepjes van een technisch vak willen leren, dan moeten we toch een beetje ons verdiepen in de technische specificaties, moeten we heel veel inspanning doen. Maar als we gewoon de kunst willen leren van meditatie, dan is dat eigenlijk gewoon een kwestie van UDD. Dus dit is een verhaal dat ik kort wilde vertellen. Om jullie heel eerlijk te zeggen, heb ik het ook al gisteren verteld. Maar dat mag wel, want deze week heb ik er wel heel veel op een rijtje. Dus dit is een verhaal dat ik denk wel dat wel heel relevant is. En telkens als ik het zelf vertel, dan is het voor mij ook weer een herinnering om toch ook in meditatie niet de kunst te vergeten van het UDD. En het is ook een zekere onbevangenheid. Hè? Ik denk dat het ook een goede vertaling is. Een onbevangenheid en ontvankelijkheid. Dat is bijna hetzelfde woord in het Nederlands. Hè? Onbevangenheid, ontvankelijkheid. En dat is eigenlijk gewoon heel essentieel in meditatie. Je kunt natuurlijk wel gemakkelijk kalmte en rust in meditatie ontwikkelen als je het een tijdje doet. Maar om werkelijk die diepgang te kunnen vinden, is UDD heel essentieel. Iemand heeft ooit tegen mij gezegd dat voor haar wat voor haar heel erg hielp, is zich voor te stellen dat ze net van de maan kwam en de wereld voor het eerst weer eens zag, na een lange tijd. Ja, dat zegt mij niet zo heel veel, maar ik denk dat iedereen zo zijn eigen metafoor heeft. Voor mij waren de kalebassen ook wel heel relevant. Goed, dat wilde ik kort vertellen. En misschien kunnen jullie hier iets mee zo?